Op een dag werd ik wakker, geïrriteerd en bedacht me: waarom moet ik voor mijn sopropo, mijn groente der groentes, 15 tot 20 euro per kilo tegenwoordig vandaag de dag betalen? Huh? Hoe zijn we hier gekomen? Hoe zijn we hier zo beland? Ik ben Final Creator. Je kijkt nu naar deel 3 van de serie De Sopropo. Ik ben bij Ron van Swet langs geweest. Hij verbouwt Sopropo in zijn kassen in Almere. We kennen Ron van Swet allemaal wel van dit filmpje. Ik ben namelijk hier in Almere buiten en ik sta in de kassen van Ron van Swet. We kennen hem allemaal wel van dit filmpje. Ron van Swet, Ron van onze volkstuin uit Almere. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je bent. Ja, ik zeg het al, 5000 vierkante meter van deze mooie plantjes. Ja, waarom? Nou, dat is eigenlijk gekomen omdat ik met onze volkstuin veel Surinaamse klanten heb. En die kweken dit ook al. En het is eigenlijk wel een product wat een nieuw product aan het worden is. En wij vinden dat ook de Hollandse mensen ze moeten gaan eten. En zijn het avontuur aangegaan om sopropo te gaan kweken. En toen dacht ik, het wordt tijd om met Ron zelf in gesprek te gaan. Dat hij zelf kan vertellen, uit zijn eigen woorden, waarom hij op Nederlandse bodem sopropo is gaan kweken. Het is een geweldige serie. Je bent beland in deel 3. Heb je deel 1 of 2 nog niet gezien? Ga dat even bekijken. Abonneer, want dan kan je natuurlijk de volgende delen ook meevolgen. We zijn vandaag in deze aflevering bij mevrouw Dors. Mevrouw Dors, hoe staat uw tuintje erbij? Heerlijk om hier zo ontspannen te lopen door die tuintjes. Goeiedag meneer. Ja. Hallo, hallo. En ik heb hier twee dames die ook aan het planten zijn. Oh, wat een grote tuin. Ah, mag ik een van jullie korte vraagjes stellen over wat jullie hier aan het doen zijn? Nou, planten? Ja. Wat voor soort plantjes zijn, mag dat? Ja? Vindt u dat leuk om elkaar eventjes kort voor mijn YouTube-kanaal te doen? Mag ik u een kort vraagje stellen? Ja? Nee, niet zo lang. Wat is je afkomst? Surinaams. Oké, ja, ik moet het voorzichtig. Moet ik het vragen of u Surinaams bent? Hallo, met wie heb ik het genoegen, mevrouw? Dors. Dag mevrouw Dors. En ik sta nu bij het tuintje van mevrouw Dors. Mijn eerste vraag is, hoe lang tuineert u al hier? Het komt heel indrukwekkend over. 6 jaar. Al 6 jaar bent u hier bezig om te planten. En ook op deze plek al 6 jaar? Nee, we zaten eerst op een andere plek. We zijn 2 of 3 jaar geleden hier naartoe verhuisd. Oké, en hoe groot is uw tuintje? Oh jee, dat moet u me niet vragen. Qua vierkante meter? Zeker 4 bij 8, 4 bij 9. Nou, in ieder geval aardig wat vierkante meters tuin. Hier heeft mevrouw Dors. Oké, wat is het? Wat groeit er allemaal zo in uw tuin? Ik heb hier knoflook. Oh. Ik heb hier paksoi. Hier heb ik een komkommer, citroengras. Dat is mijn citroenboom. Oké. Ik heb daar uitjes gezaaid in dat bakje. Oké. En daarnaast in dat emmertje heb ik koriander. Dat is snijbiet met die gele stengel. Ja. Even kijken. Oh ja, onder die zakjes hier heb ik okers. Oké. Daar heb ik die paarse paksoi. Bitawiri, prei. En even kijken. Prei. En dan heb ik. Mag de camera ook naar binnen? Ja, want ze ging eigenlijk al weg, maar ze is zo lief om ons toch nog even binnen te laten. Zo, dus we gaan heel even dieken in de tuin. Dan heb ik spitskool, rooikool, broccoli. En dan had ik dit jaar 3 verschillende spinaziesoorten. Oké. Deze was er 1 van, maar die schiet al door. Maar die laat ik doorschieten om de zaadjes weer te pakken. Oké. Ja, die is dus voorbij de oogst. Is, en dan ja, laat je hem, laat hem bewust. Mm-hmm. En daar had ik eentje, als je dacht, die moet dus een reuzenspinazie zijn. Ik krijg daar reuzenblaadjes. Oké. Maar daar wil ik ook de zaadjes van. En daar had ik tijerblad. En alles brengt hier zijn eigen zaad ook weer voort? Dit jaar probeer ik dat zelf te doen. Oké, dit jaar probeert u dat zelf te doen. Goedkoper, pepertjes. Oké. Tawiri. Oké. Palmkool. God. Taaier. Noem maar op. Geweldig, geweldig. Mijn mond is echt opengevallen toen ik hier naar binnen kwam. En het is geweldig om het zo mooi te zien in uw tuintje. En heeft de juiste hoed, hè?
Mm-hmm. Heerlijk. Nee, dank u wel voor het kijken. En ik ga met uw buurvrouw praten. En waar bent u van? Ik heb een YouTube kanaal. Oké. Okay. En ik ben gewoon een gezellige Surinaamse YouTuber. Dankjewel mevrouw Dorst voor het kunnen meekijken in je prachtige tuintje. Mensen, al 6 jaar is deze dame al aan het planten. Al 6 jaar planten ze hun eigen exotische groentes, mevrouw, meneer Gruno, mevrouw Betantrinja en mevrouw Dorst. Al zoveel jaar zijn ze al bezig, kotik koni. Mooi man, echt mooi. Volgende week gaan we verder kijken en dan gaan we het interview zien met Ron van Zwet. Nou, nu kom ik een dame tegen. Ze wil helaas niet op camera reageren, maar die doet het eigenlijk voor het eerst. En die vertelt heel fijn, ja, je krijgt hier, je kan de plantjes van elkaar overkopen of je krijgt ze gratis. Of ze hebben stekjes over. Ze wordt zo vrijgeven gedeeld hier. En je wordt zo geholpen. De aardbeien letterlijk glinstert alles. Nee mensen, ik wil niet in herhaling vallen. Maar het wordt tijd dat we richting rond gaan. Ik ben klaar, ik heb het hier wel gezien. Ik heb gehoord wat ik wou horen. We gaan richting Ron. En dan hoop ik dat we richting de kassen gaan waar de sopropos worden gekweekt. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. We zijn geweest in de volkstuintjes in Almere. De kassen van Ron van Zet. Van Zwet, pardon. Ik blijf kijken en abonneer. Vooral als je van Surinaamse dingetjes houdt, toch? Doddy oddy, bye bye.